Goedemiddag Chelsea en Leo. Goedemiddag. Hoe is het met jullie? Ja, zeg wel goed. Ja, nou, we kunnen overleven. Ja? Ja. Ja, want jullie doen inderdaad meerdere dingen. Hè? Vandaag heb je bijvoorbeeld, ben je vandaag daarmee gestart met het afhalen van koffie? Ja, vandaag zijn we met koffie te koken gestart. Met natuurlijk de huisgemaakte appelgebak en huisgemaakte brownies erbij. En dat is maandag, dat is natuurlijk ook nog Koningsdag. Daar merk je niet veel van hier, maar loopt het? Zijn er mensen geweest vanochtend? Er zijn veel mensen geweest. Dat loopt natuurlijk niet over, maar alles is meegenomen. Ja. Ze komen, zijn toch weer, je ziet de mensen weer eventjes. Dan gaan we een praatje maken. Maar jullie doen ook het bezorgen van eten? Ik zei, hey, huismenu, maar... Maandag tot en met vrijdag doen we bommel bezorgd. We hebben het eerst als huis bezorgd, we hebben er maar bommel bezorgd van gemaakt, want het loopt best wel goed. En we zijn ook afgelopen weekend begonnen met afhalen en dat liep ook echt super goed. Oké, maar waarom doe je dan bezorgen alleen door de week en afhalen in het weekend? Omdat we door de week doen we één dagschotel en dat serveren we koud en de mensen die moeten thuis zelf opwarmen. Oh, op die manier, ja. Want hoe is het dan met jullie medewerkers? Hè? Want er zijn drie kompions, twee kompions? Drie kompions, ja. Nathalie en ik. Ja, maar hoeveel medewerkers zijn er? Nee, gaat hij door, maar dan komt hij wel op de film. Goedemiddag. Hallo. Komen jullie om koffie? Ja, en wij horen van het bestellen. En elke weekend bestellen wij bij een ander. Dus dan houden we dit ook in gedachten. Nou, dat is heel goed. Staat op Facebook. Ja, en op onze website. En op de website. Oké, ja. Kijk dat de verkoop ontstaat waar je bij zit. Het loopt al rond. Ja. Willen we iets in de koffie? Nee, dat is gewoon zwart. Gewoon zwart, twee keer zwart. Dat is goed. Ah, maar ik vind dat grappig om te horen, want ik doe het zelf ook. Zijn jullie middelburgers? Ja. En, ik dat dan, maar we wonen hier al lang. Ja, en jullie bestellen gewoon inderdaad wekelijks bij een andere horecazaak? Ja. Ja, dat doen wij ook. Bij Frieke, bij Gabriele en de juf. We kregen een ontbijtdoos met Pasen van de Wooncafé. Zaterdag hebben we bij het pakhuis gedaan. Nou, hartstikke leuk. Af en toe dan kan je ook een film bij de cinema. Doe we hebben er vast inkomen. Nou, je krijgt van de straat in. Ik ben wel bezig. Nee, daar zijn we mee geholpen, toch? Ja, dat is super leuk om te horen. Ja, de wereldwinkel gaat weer open vrijdag. Dus, bent u daar ook blij mee? Ja. Ja. Daar ben u toe geweest om Ingrid te... Ja, precies, voor de afscheid toen. Ja. En met Wij zijn de actie. Oh, daar werkt u? Ja. Oh ja, ik wist niet dat ik u daar eerder had. Ik liefde zorgen aan. Ja. Nou, de koffie komt eraan weer. Ja, dat is leuk. En zo komen de klanten vanzelf langs. Yes. Maar het bezorgen en afhalen van eten, loopt dat een beetje inderdaad? Ja, het liep heel goed. Ik moet gaan betalen. Ja, loop het maar door. Dat geeft helemaal niks. Het liep heel goed. Ja? Ja, misschien gaan we het zelfs verlengen van het bezorgen alleen maandag, dinsdag, woensdag. En het afhalen verlengen naar donderdag, vrijdag ook het weekend. Maar dan ben ik benieuwd hoe dat voor jou, want jij bent normaal gesproken, jij staat altijd aan de voorkant, toch? Jij bent echt de bar, het gezicht. Ja. En jij doet ook heel veel dingen met alles wat georganiseerd wordt en zo. Ja. Maar jij bent nog maar pas geleden ingestapt als kompion, toch? Ja. En dan vraag ik me toch af, want ik hoef natuurlijk je financiële plaatje niet te krijgen. Maar hoe is dat dan voor jou? Want daar zitten toch altijd afspraken en financiën. Je gaat ermee gepaard en dan ga je natuurlijk wel uit van een paas en een zomer die eraan komt. Ja, het is raar. Over een jaar van overleven wordt dit geen winst maken. Dus nee. Het wordt even moeilijk. Ja. Als ik dit ook had geweten voor 1 januari, had ik het ook zeker niet. Was je er neergestaan? Nee, hoe lang werk jij hier al? Ik werk hier van aankomende zomer 7 jaar. Ja, dat is ook al best een tijd, hè? Ja. Dus voor jou was het ook een mooi moment om je echt vast te leggen en gewoon mee te doen met de... Ja. Ja, ik vond het ook leuk. Ik vind het ook echt gewoon heel leuk om te doen. Ja, hey, maar als het bezorgen wordt, zo heb jij niet heel veel werk? Of help je dan wel mee in de keuken? Ik help ook mee. Ja. Met Leo die doet Vlissingen-Soeburg. En Nathalie die wisselen af in Middelburg. Jullie zijn echt de bezorgers dan? Ja. Ja, en jij Leo, hoe lang werk jij hier nou al? Bijna 18 jaar. 18? 18. Dat is ongelooflijk lang, hè? Maar nou hoorde ik waaien, of eigenlijk zei Huip het gewoon, maar dat het ook bijna jouw einde is bij de bommel. Klopt. Ben je pensioensgerechtigd? Ik ben al, op zich ben ik al 6 jaar met pensioen. Ik heb mijn pensioen wat naar voren gehaald. Ik werk altijd als salarisadministrateur bij Arduin en bij Zorgstroom. Dus toen ik 62 ben geworden, toen heb ik mijn pensioen in laten gaan. Oké. Maar bij Bommel ben je daar altijd naast blijven werken? Ben ik blijven werken gewoon. Maar jij, als het goed is, stop jij per 1 juni? Per 1 juni, ja. Maar ja, dan zit je dus nu in de tijd, want het is eigenlijk een vrij kleine kans dat er in mei nog wat gaat gebeuren met de horeca. Geluidloos gaat het zo weg. Ja, en hoe zie je dat? Je lacht er wel bij, maar vind je dat pijnlijk? Of, Nee, het is ook geen ramp, hè. Nee. En, kijk, ik stop wel, maar hij heeft gezegd van, nou, als het nodig is, mogen we dan een beroepje doen?
Ja, ja, ja. En dat mag. En de mosselfeesten. Ja, want hoe is dat? Die zijn doorgeschoven naar september, of? Voorbehoud, ja. Ja, als september weer iets mag. Ja, als weer iets mag, dan wordt het eerste weekend van september waarschijnlijk gedaan. Ja, ja. Nou ja, het wordt gewoon een andere zomer, hè? Het wordt een hele vervelende zomer. Ja. Om maar netjes te zeggen. Ja, het is niet dat je dan thuis gaat zitten. Dat niet. Nee. Dat hebben we 2 dagen gedaan en... Dan komt het ook op je af, ja. Nee. Nou, ik wens je in ieder geval succes. En Leo, als ik jou niet meer zie, dan zie ik je toch weer wel, hè, vroeg of laat. Dan sta ik een keer aan de goede kant van de bar. Ja, precies. Maar in ieder geval bedankt voor die 18 jaar namens heel veel mensen, denk ik. Want je hebt heel wat aan je bar gehad zo hier, hè. Ook die vaste gasten die hier altijd op donderdagen zo zitten, die zullen je toch wel gaan missen, denk ik. Maar goed, dan hebben ze Chelsea bijvoorbeeld, hè? Ja, zo, hè. Of zo, ja, oké. Okay. Hey, dank jullie wel. Dank je. Ja, ook bedankt.